morgen. Hele fijne zondag, fijn weekend. Dus Suusje is er ook bij. We zijn lekker aan het wandelen in het park bij ons achter. Klein stukje uitlegvideo waarom we er even tussenuit gegaan zijn, is maar een heel klein stukje. We zijn een behoorlijke persoonlijke roadbump gehad aan het einde van 2016. Het is bijna zo goed als voorbij, 2017 gaan we knallen. Dus vandaar even deze video. Om eigenlijk duidelijk te maken dat we er nog zijn en een beetje wat onze plannen zijn. We lopen nu in het Beatrixpark. Het parkje bij ons achter, kijk, is zo gezellig. Oh, leuk. Beetje door. Wat moeten we kijken? Die kant op. We moeten die kant op. Leuk. Er zijn overal hekken. Het is namelijk drijfstand. En sneeuw. Wat schuim. Wat is het? Zout. Geen idee. Maar goed, 2017, nieuw jaar. We zijn er nog. We zijn niet weg. We hebben alleen even geen tijd gehad om te kunnen vloggen. En ook niet eens tijd gehad om leuke dingen te doen. Vandaar ook geen vlogs. Maar we zijn er weer. We zijn nooit weg geweest. Wat gaan we 2017? Hebben we allemaal in de planning staan. Sowieso hebben wij als eerste bezoek. Dat zal waarschijnlijk ergens april, mei, maart, maar april, voorjaar. Gaan we Efteling bezoekje doen. Gewoon om het jaar even positief te beginnen. Bewust geen winter Efteling, want we houden niet zo van de kou. Daarna staat er een roadtrip op het programma. Daar komt nog een trailer van, daar ga ik nu nog niet al te veel over uitweiden. Nee. Dat wordt nog, als het goed is, hartstikke leuk. Dat is nog vol in de planning en bijna afgerond. Dan gaan we, als we de tijd kunnen vinden, gaan we waarschijnlijk ook nog naar Ferrariland. Maar dat is nog niet helemaal zeker, maar dat staat wel in het programma. En eigenlijk als klap op de vuurpijl, dat is eigenlijk afgelopen paar dagen is dat beslecht. Gaan we met Team België, vaker op deze vlog gezien. Team Put, hoe je wil noemen. Gaan wij een lang weekend naar Londen. En dan voornamelijk om, we gaan bij de studio's van Harry Potter is de planning. We willen bij Baba Gump eten, we gaan Jamie Oliver zijn keuken eens een keertje leegtrekken. En Suus wijst altijd naar dingen en ik denk iedere keer dat ik ergens naar moet kijken, maar ze wijst gewoon de weg. Mijn vader, is dat alweer dicht? Nee toch? Nee, met een winkel. Dus... Nee, maar het is helemaal leeg. Ze zijn het opknappen. Het is een heel leuk restaurantje daar. Het is een beetje een zorgenkindje van het park. Dat heb ik al 12 eigenaren gehad inmiddels. Maar het is gezellig en iedere nieuwe eigenaar is het net zo gezellig. Dus we gaan het zien deze zomer. Maar goed, Londen. Daartussendoor gaan we waarschijnlijk ook nog allerlei korte, kleinere pretparkjes gaan we bezoeken. Maar dan moeten we nog even kijken of de dames en heren van Piesvlog dat nou mee willen. Volgens mij hebben we de helft al over. We gaan naar de Harry Potter Expo. Die is in Utrecht? Ja, in Utrecht weet ik precies. En daar gaan we ook nog naartoe. Dus er staat heel veel leuks op het programma voor 2017. Ik loop Suus haast voor de donder. Daarnaast komt er ook nog in het voorjaar, maar daar komt ook nog binnenkort meer over, komt er ook nog een hele leuke giveaway. Dus hou vooral op dit kanaal in de gaten. Subscribe. Vergeet ook niet op het belletje te klikken, zodat als er een nieuwe video komt. Ze komen niet met enige regelmaat, maar ze komen wel. Als je in ieder geval een melding krijgt. Kijk ook op Facebook, facebook.com/TrooiTV, daar staan we ook. Met onze eigen vlogs. Maar daar houden we ook verschillende vlogs van medevloggers bij en de laatste nieuwtjes en dergelijke. Dus jullie zijn van harte welkom. En we gaan nu even lekker boodschapjes doen. En kijken wat we allemaal nog in huis moeten halen voor het eten voor vanavond. Dus we zien jullie snel weer. Doei!